Of je er nu vroeg je bed voor uit moet of de bittere kou moet trotseren. Dat doet ze bij GroenLinks niet zoveel. Vanmorgen vroeg gingen de leden dan ook flyeren op het station West tijdens de ochtendspits. En dat flyeren werd vanavond in de avondspits nog een keer herhaald, midden in een koude sneeuwbui. Alle reizigers die de trein in en uit gingen, kregen een flyer van de partijleden in de hand gedrukt. De flyer van GroenLinks benadrukt dat er flink werk gemaakt moet worden van het openbaar vervoer in Hellendoorn. De partij vindt dat het openbaar vervoer een flinke oppepper moet krijgen, onder andere door goed busvervoer van en naar de wijken. Daarnaast streeft de partij naar goede fietsverbindingen. Ook in de komende weken zal GroenLinks van zich laten horen tijdens de verkiezingscampagne. Wie meer wil weten van de partij, kan kijken op groenlinkshellendoorn.nl.